De woningmarkt van de toekomst ziet er heel anders uit dan de woningmarkt zoals we die nu gewend zijn. Structurele hervormingen zowel in de koopsector als in de huursector gaan ervoor zorgen dat we heel anders wonen in de toekomst. In ons toekomstbeeld van de woningmarkt is de koopwoning een levenslooppunthuis. Dat wil zeggen, je koopt een huis om er oud in te worden. En dat is in tegenstelling tot de huidige situatie waarin het doorstromen naar een steeds grotere en vaak duurdere woning de norm is. En consumenten wachten in een nieuwe woningssituatie veel langer met de aankoop van een eigen woning, omdat ze de woning meer met eigen geld willen financieren en minder met hypothecaire lening. En bovendien hebben consumenten ook beschikking over een kwalitatief goed alternatief, en dat is namelijk de particuliere huurwoning. En dit is voor heel veel huishoudens ook de reden om helemaal af te zien van de aankoop van een eigen woning en in een huurhuis te blijven wonen. Dit past ook natuurlijk bij de veranderende levensloop van veel huishoudens met steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt, waardoor baanonzekerheid, flexibele arbeidsrelaties en vaak ook ZZP'ers een steeds belangrijke rol spelen. Deze nieuwe woningmarktsituatie is natuurlijk het gevolg van het eigendomsneutrale woonbeleid dat de overheid voert. Dus het kopen wordt niet langer gestimuleerd met hypotheekrenteaftrek, en het huren wordt ook niet langer aantrekkelijk gemaakt door huurprijsregulering. Aan de andere kant speelt de financiering van de woningmarkt een rol, waarin de hoogte van de hypotheek in de nieuwe situatie vaak veel lager is dan de waarde van het huis. En in dergelijke woningmarktsituatie kunnen consumenten een weloverwogen beslissing maken tussen kopen en huren, waarin ze kijken naar de vermogensrisico die bij het kopen horen en de vermogensopbouw vaak. En aan de andere kant de transactiekosten en de flexibiliteit en de mobiliteit die vaak bij huren veel groter zijn. En daarom zeggen wij hebben woonconsumenten echt een keuze te maken. Hè, waar ze nu tegenwoordig vaak de koopmarkt worden opgedreven dankzij de hypotheekrenteaftrek en het gebrek aan een goed werkende particuliere huursector. Wat voor tijdspad praten we over? Deze situatie wijkt echt heel erg af van de huidige situatie op de woningmarkt. En dit vergt natuurlijk hele grote, forse structurele hervormingen die we niet van de een op de andere dag kunnen doorvoeren. Dus we praten van minstens 20 jaar en wellicht 30 jaar voordat de woningmarktsituatie kan veranderen. En dit heeft alles te maken met het feit dat de huidige eigen woningbezitters, maar ook woningcorporaties, gemeenten, dus noem maar op, allemaal partijen die met de woningmarkt te maken hebben, de tijd moeten hebben om zich aan te passen en een verlies te nemen bij de overgang naar de nieuwe woningmarktsituatie. Waarom moeten ze een verlies nemen? Omdat de eigenaren, ik neem bijvoorbeeld een voorbeeld van eigenaren, als zij hun huis niet meer zo makkelijk kunnen doorverkopen met bijvoorbeeld omdat de financiering in de nieuwe woningmarktsituatie veel lager is dan we nu kennen, dat betekent dus dat ze ook in de prijs moeten zakken. En dat betekent dus ook dat ze een deel van de overwaarde inleveren of zelfs helemaal of een restschuld wellicht overhouden. Dus de tijd dat ze daarvoor krijgen moet wel voldoende lang zijn.